Set Event Learning en Meeting Point. We hebben vanmiddag hier een begin gehad van het Faust. Het was enorm leuk. In de eerste plaats zijn we blij om te kunnen melden dat we betreffende het onderdeel Event Technieken een aantal nieuwe supporting partners hebben gevonden. En dat is een samenwerkingsverband tussen Hulskamp, Flashlight en Amco. Daar zijn we heel erg blij mee. Daar horen jullie binnenkort meer over. FZ Event Learning, het is nooit begonnen met een grap, maar spreekwoordelijk zeg ik dat wel eens. Het is een sneeuwballetje geworden. Inmiddels 125 mensen, 130 mensen hebben certificaat gehaald. Dat betekent aardig verplicht, we moeten door, we kunnen niet stoppen. Er is een nieuw businessplan gemaakt in het voorjaar. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Nogmaals hartelijk dank jullie er zijn. Rob Kaptein gaat hier nog een verhaal houden. Hij heeft maximaal 25 minuten. Ik wil eigenlijk in een kort tijdsbestek eens een beetje ernstig met jullie van gedachten wisselen en bomen. En dat doen we gelukkig niet alleen. De kijkers van FZ die zijn erbij. Zojuist gepubliceerd de FZ Event Trends Top 5. Helemaal vers, Sjoerd? Ja, ik heb hem net afgerond. Je hebt hem net afgerond. Die wou ik even met u doornemen als het mag. Op 1, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk nou eens na als je roept dat je goed bent in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat je ook zonder met je ogen te knipperen kan uitleggen wat je dan ook fysiek daarvoor bijdrage aanlevert. Als we het nou hebben over waarden. Een waarde die zowel aan de opdrachtgeverszijde, maar zeker ook aan de bureauzijde nog veel te weinig wordt geëxploreerd en geëxploiteerd, is hoe je meer waarde uit je evenement kan halen. We staan eigenlijk op de tribune van Cabaret Klassiek. We zijn aan het opbouwen voor een vierdaagse evenement. Een klassiek evenement, drijvend op de plas. Waar we elke avond 500 gasten ontvangen. Niet alleen maar dat we puur het klassieke concert hebben. Maar eromheen eigenlijk ook culinair genieten. Wij willen heel graag in het nieuws blijven. Wij willen heel graag aandacht vestigen op onze locatie. Het gevoel geef je alsof je in Friesland bent. Maar op een half uurtje rijden zit je eigenlijk in de hele Randstad. En dat is eigenlijk toch uniek voor zo'n locatie. Dus ze zullen nog veel van ons horen, denk ik.